Mr. Sand, stay a while. Summer is here, you've made me smile. When your rays come to me, I feel warm inside. Stay with me. Ik zit hier met twee kunstenaars. Eentje van 84 en eentje van 61. Dus er zit een generatie tussen. Wat ik graag wil weten, hoe de kunstenaar van toen, en eigenlijk van nu, het zijn nog jongere kunstenaars, maar ik vind dus deze combinatie wel heel mooi, want ik heb wel het gevoel dat de kunstenaar van 84 eigenlijk de 60e jaren zomaar heeft voorbij laten gaan, geen muziek daarvan weet, alleen maar foto's van gemaakt heeft, want jij kent geen muziek uit de 60e jaren. Jazzmuziek. Ja, jazzmuziek, oké, okay, maar de toppers. De toppers, ja, die hebben we nu toch? Miles Davis. Ja, Miles Davis. De grootste muzikant alle tijden. Oké, okay, maar wat is jouw herinnering aan Billie Holiday? Ik ben altijd een muziekliefhebber geweest. En ik ben natuurlijk opgegroeid met de beginjaren van de Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Lou Reed, Brian Ferry. Dat is ook mijn muziek. Dat zegt hem niks. En die generatie is zo langzamerhand aan het uitsterven. Onze generatie aan het uitsterven. Muzikanten, die zijn allemaal 6 tot 10 jaar ouder dan wij. Ja, dat klopt. David Bowie is dood, Lou Reed is dood. Nog een paar grote jongens. En we wachten op de rest. Ik denk dat het dit jaar nog het een en ander gaat worden. Maar hoe denk jij, Willem, dat dat komt? Hoe denk jij dat die generatie zo snel uitsterft? Kijk eens naar deze krasse man van 84 die nog alles doet. Nou ja, hij heeft nog drie vrouwen, hij drinkt, hij gaat naar de kroeg, hij schildert. Dus die man die leeft als een dertiger. Hoe kan dit? En waarom is die andere generatie uitgestorven? Onze generatie, die langzaam uitsterft. Nee, die is langzaam aan het uitsterven. Ja, die hebben natuurlijk ook een turbulente periode van seks, drugs en rock'n'roll achter de rug. Drugs, seks en rock'n'roll. Heb jij dat ook beleefd? Drugs, nee. Seks en rock'n'roll? Ik heb nooit geen drugs gebruikt. Nooit geen drugs? Nooit geen drugs gebruikt. Maar wat is dit? Alleen wel een borreltje en een wijntje, dat heb ik mijn hele leven gedaan. Maar het schijnt dat het geen nadelige gevolgen heeft gehad. Nou, voor jou niet in ieder geval. Nee, nee. Maar je hebt wel aan seks gedaan. Dat wel, ja. Ja, en heb je heel veel aan seks gedaan? Nou, dat wil ik niet over uiten. Kijk, dat is die generatie, die wil daar niet over spreken. Waarom spreek je daar nou niet over? Nee. De jonge mensen willen ook heel graag weten, hoe leefden de mensen voor de jaren 60? Ik wil even dit zeggen, dat kunst en seksualiteit heel dicht bij elkaar staan. Ja, dat klopt. Maar, heel maar, dicht bij elkaar. Ja, maar daarom heb jij veel, ook toch veel seks gehad in je leven. Dat is mogelijk, ja. Mogelijk? Kijk, dat vind ik nou weer echt jaren 50 burgertrekkerij. Dat is nu de best of de orde zit hier op tafel. Dat moeten we toch niet hebben, Willem? Ja, maar ik heb wel veel naakmodellen in zijn werk gezien. Dus ja, oké, okay, maar daar had hij ook seks mee. Maar dat wilde hij niet weten. Maar dat maakt toch niet uit? Aan de achterkant van het doek. Ja, nee, maar ik weet dat jij gewoon heel veel vrouwen hebt gehad, dat weet ik. Maar je wilt er niet over praten. En dat vind ik, kijk, de flauwe pauwtijd was open. Maar daarvoor, dat zijn dan de mensen die dan in 30 geboren zijn. En in de 50e jaren dus eigenlijk al een beetje gezetteld waren. Die willen daar echt niet over praten. Dat is net als de pubers van nu, ze doen het wel, maar ze giechelen erover. Dat vind ik jammer. Maar ik wil het echt niet over seks hebben. Ik wil het echt hebben over jullie kunst. Wat is het verschil tussen jou en Willem? Mijn uitgangspunt is dat wat je ook doet, moet tijdloos zijn. Tijd, wil jij dat ook, Willem? Want jij bent toch wel heel erg bij de tijd. Tijdloos. Dus je gaat wel in op de actualiteiten? Ja, geregeld wel, ja. Ja. En het is een beetje mijn dagelijkse indeling geworden. Ik begin 's ochtends met de koffie en het ontbijt. Zit ik soms op de actualiteit, reageer ik. Andere keren ben ik binnen een thema voor een festival internationaal bezig. En
wat ik ermee wil zeggen, ik weet het niet. Ik noem mezelf beslist geen cartoonist, want ik ben dan dus vaak ook helemaal niet leuk. Maar ik probeer dan wel twee uitersten tegenover elkaar te zetten. En dat levert soms rare combinaties op. Ja, maar vind jij soms jouw werk ook tijdloos, zoals Theo zegt? Of is het echt van deze tijd? Nou, nee, dat soort dingen, dat is de waan van de dag wat je probeert te illustreren. Ja, dat bedoel ik, dat is niet tijdloos. Nee, dat is een soort tijdsbeeld, denk ik. Ja, maar zo kan je dat zeggen. Maar Theo, jij hebt ook niet alleen dat jij... zal ik zeggen, je hebt ook gefotografeerd. En juist in de jaren 60, waar jij dus eigenlijk zo tegenaan schopte, want uiteindelijk zat je op de bank, wat je me wel eens verteld hebt, kijk dat langharig werkschuwtuig, weet je wel. Dus daar was je echt helemaal niet mee eens, maar je hebt ze wel gefotografeerd. Ja, ik zat in... Maar waarom fotografeer je dan mensen die je eigenlijk heel vreselijk vindt? Ik vond ze helemaal niet vreselijk. Jawel, want je hebt wel eens gezegd, dan zat ik op de bank en dan zei ik, kijk dat schoren mis, hadden ze weer iets in de fik gestoken. Maar in het Vondelpark... Zat ik tussen maar even, ik wil even terug, hè, naar dat wat jij dus, kijk, jouw generatie, mijn ouders deden dat ook hoor, die hadden zoiets van, maar mijn vader heeft later wel gezegd, toen hij wat ouder werd, dat hij zei van, dat mensen die kwamen dan heel erg op voor het milieu, en dan zei hij altijd, moet die gekken zien en zo, die gaan dus in Lekkerkerk gaan ze aan kettingen zitten, weet je, voor het milieu, maar later heeft hij wel gezegd, de mensen hadden wel gelijk. Dus dat toen, hè, dat, maar ik hoop dat jij dat ook hebt, dat je dacht van, ja, het was natuurlijk wel een soort na de oorlog dat de jeugd in één keer opeiste om jeugd te zijn. Ja. En dat is de oudere mensen tegen de bos gestoten. En daar zat jij dus bij die groep. Ja, maar doordat ik in het klooster heb gezeten, heb ik daar... Nee, maar dat heeft niet met het klooster te maken. Maar dat was na dat klooster, toen je eruit kwam, daarna begonnen de jaren 60. Ja, maar toen was jij al gezetteld en getrouwd. Ja, en toen heb ik toch tussen de Leidsepleinjeugd ingezeten. Oké, maar wat daar voor je... Daar heb ik altijd ingezeten, tussen gezeten. En je rookte hasjes, die meisjes allemaal. En ik zat er allemaal tussen. Ik was de enige die dat niet deed. Ja, oké, maar dat is natuurlijk jouw generatie. Maar dat moet je ook zelf weten of je het wel of niet doet. Dus daar heb maar ik helemaal... De Leidsepleinjeugd heb ik helemaal meegemaakt. Maar ik zat daar tussen. Ja, maar heb je daar dan niet tussen gezeten van... Oh, god, kijk eens wat de jeugd doet. Nee. Ik doe dat niet, maar zij wel. Nee, dat had ik helemaal niet. Nee, omdat dat ik dan van jou dan wel eens gehoord heb... Dat je dus eigenlijk het allemaal maar raar vond. Omdat jullie hadden de oorlog meegemaakt en de honger meegemaakt. En dan kijkt u daar nou eens doen. Maar dat is een naoorlogse stroming. Dat gebeurt gewoon. Ja, dat moet ook gebeuren. En dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ik heb daartussen gezeten. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ook met die tomaten gooien op het... Maar wat vond je daarvan? Actietomaat. Als waarnemer heb ik daartussen gezeten. Maar ik had daar zelf geen mening over. Nou, ik heb wel eens jouw mening gehoord, dus laten we daar maar niet over hebben. Kijk, die gek door. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Kijk, ik ben ook een kind van de jaren 60 en ik denk, toen ben ik ook opgegroeid. Dus ik had altijd een beetje de scheidbalen van oude lui die dat vreselijk vonden. Maar dat zou jij ook gehad hebben van jouw oude lui toen jij jong was. Dus daar hoeven we elkaar niet over aan te vallen. Maar... Wat ik heel grappig vind, dat Willem zegt, ik maak actuele dingen en jij maakt tijdloze dingen. Maar wat vind jij van mensen die tijdloze dingen willen maken? Oeh, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Afgezien van het illustratiewerk en van de cartoons die ik maak, heb ik artistiek gezien, dat is een groot woord, maar daar heb ik heel andere driften. En dan neig ik veel meer naar abstracte werken toe. En dat zou misschien tijdloos kunnen worden. Maar zit in jou, kijk, in Theo's werk, dat druipt het dus van de seksualiteit. Maar Theo die heeft thema's die van alle eeuwigheid zijn natuurlijk. Ja, iedereen heeft door de kont te zijn van alle tijden natuurlijk. Ja, maar misschien over een paar honderd jaar. In de jaren 60 waren ze wat kleiner, nu worden ze toch weer wat groter, omdat ja, het mag de kont weer. Van Theo die blijven prikkelen. Ja, de grote, hè? Ja, dat blijft mannen prikkelen, ja, dat die grote willen. Ja, dat is gewoon zo. En die vrouwen die ze hebben, die willen ze heel graag bij. En ik heb zelf nooit gedacht dat ik ooit in deze richting zou gaan schilderen, heb ik nooit gedacht. Maar dat is vanzelf gegaan. Ja, dat is vanzelf. Ja, dat op een gegeven moment kwam dat op. Kwam er gewoon op, allemaal. Onderbewustzijn van de wallen. Ja.
uit het onderbewustzijn komt het gewoon. Ja, dat kan. Had jij dat ook een beetje, dat onderbewustzijn, dat je bijvoorbeeld, jij bent een kruidenierszoon. Ja. Hè, en je moest je gedragen. Had jij ook niet zoiets van, nu wil ik dus alles eruit gooien wat ik ooit niet mocht of zo? Nou, dat ben ik dit jaar van plan. Ik heb een heleboel panelen voorbereid. Ja. En ik wil eens kijken, afgezien van het herkenbare plaatje wat er in mijn systeem allemaal ronddwarrelt. Ik ben zelf net zo nieuwsgierig als straks degene die het wil gaan bekijken. Ja, wanneer heb jij jouw expositie? De eerste die je nu hier... De eerste volgende expositie is in 1 oktober in Café Elders. Op in Elders, ja. Oké, dat is in Amsterdam. Nou ja, Theo die heeft ook een expositie net gehad in de Hemelse Modder. En er wordt weer eentje in november georganiseerd. Maar dan hebben we een soort, denk je, een overzichtstentoonstelling, hè? Maar ja, het hoeft eigenlijk geen overzicht te zijn, want het is van alle tijden. Van alle tijden. Dus ja, maar hoeveel werk heb jij wel in die jaren gemaakt? Hoeveel, maak eens een schatting van alles wat je gemaakt hebt. Nou, hoeveel schilderijen? Honderden. En jij Willem, hoeveel heb jij gemaakt in al die met jaren? Met de computer gaat het makkelijker, dus ik kan ook zeggen honderden. Maar... Dus je wel duizenden? Ja, nee, als je elke dag werkt, dan lijkt me dat dus duizenden maakt. Nee, maar ik probeer één print sowieso op de computer per dag te maken. Per dag? Ja. Nou ja, 300 zoveel dagen hebben we, dus en hoeveel jaar doe je het al? Dus dat loopt wel in de duizenden dan. Ja. En ja, schilderijen minder, maar ik wil dus dit jaar veel meer gaan schilderen. Ja. Punt 1 staat die tentoonstelling bij Café Elders gepland. Misschien ook voor die tijd nog in de Hemelse Modder. Oh, de Hemelse Modder, ja, dat hoort. Dat zou komen in deze maand. Ja, dat hoor je deze maand. Ja, dat hoor ik deze maand. En je hebt hem werk gestuurd? Ik heb met de baas heb ik mijn werk doorgekeken en die was positief. Ja. Dus het is nu alleen nog een datum. Oh, heel goed. Nou ja, nagaan. Twee exposities heeft Willem van de Boeg. Maar hoe leef je naar een expositie toe? Is dat een stresstijd? Is dat, voor mij doe wel. Je dat? Ja? Ja. Oh. Maar wil je dan, is het zo dat je een week voor de tijd dan nog een schilderij moet afmaken? Ja, of een paar uur voor de tijd. Een paar uur? Een schilderij afmaken. Ja. Heb jij dat ook? Nee. Theo werkt aan. Ik vind het zo grappig. Jullie zijn, kijk, jij bent zo van... ik heb volgende week een expositie, ik moet er 3 schilderijen doen. Dat heb ik wel eens van jou gehoord. My god, hoe red ik het? En toch red je het altijd. Maar Theo, die heeft eigenlijk alles klaar. En die zegt dan van, nou, zeg het maar wanneer. En dan gaat hij lekker op zijn gemakje alles ophangen en zo. En hij geniet ook van de presentatie. Dat is zo'n verschil. Dat jij hebt zo rust over je. Ja. Het is niet zo van, ik moet. En je doet het wel. Maar het is niet moet. En ik denk dat jij, want ik heb jou wel eens zien werken, dan moet het toch echt, weet je, dan zit er toch een ontzettend veel adrenaline ook in je werk en ook in je lijf. En dat Theo, die zit heel rustig op een krukje. En dat vind ik zo mooi, zo'n verschil van twee mensen. Komt dat nou dat je ouder bent of ben je zo? Ik ben zo. En komt dat door jouw jongheid of ben je zo? Mijn jongheid. Nou ja, je bent 60. Nee, maar ik heb door de jaren heen begrepen, er zijn kunstenaars die krijgen vandaag een opdracht, die zijn morgen klaar. En er zijn kunstenaars die krijgen vandaag een opdracht en die hebben daar jaren tijd voor. Die gaan een week voor de deadline gaan ze... Ja, ik kan me dat voorstellen dat je dat voor je uitschuift. Ja. Ik denk dat je ook die deadline nodig hebt, die drift. Ja, nou ja, een adrenaline shot kan heel prettig zijn, maar naarmate je ouder wordt kan het ook een beetje te veel worden. Ja, en dat begin ik nu een klein beetje te merken. Dus je merkt wel, je merkt wel dat je dus nu je 60 bent, dat die stress je partner begint te spelen. Dat je denkt, ik kan het niet meer goed aan. Ik wil het een beetje anders proberen te organiseren. Ik heb nu nog een x-aantal maanden de tijd voor de expositie naar Elders. Maar dan kom jij er tussendoor natuurlijk, dus dan heb je uren voor vrij. Ja, misschien wel. Ik ga dan met mijn foto's exposeren. Ik schilder dus niet. Maar dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar ja, gebeurt het niet, vind ik ook niet erg hoor. Ik heb van alles te doen. Maar het is wel eens een keer leuk om iets te laten zien waar je mee bezig bent. Ja. En ik heb nu dus nog een aantal maanden de tijd. En ik hoop een klein beetje de rust te vinden dat ik toch 1 werkstuk per maand afmaak. Ja. Afkrijg mensen. Dat ik niet aan het eind straks weer... Al die stress heb. Want ik weet nog dat ik jou een keer opbelde. Ja, ik ben druk en ik heb over 2 dagen een expositie en de boer is nog 2 af, weet je wel. Denk ik, my god.
dan slaap je ook niet, hè? Nou, je slaapt misschien wel, maar je rust niet echt aan. Nee, want je bent bezig. Ja. Ja. Maar en als dat dan voorbij is, hè, dus je, het hangt, hoe voel je je dan? Net als pas getrouwd, je bent alles vergeten. Je bent alles vergeten? Ja. Pas getrouwd. Je maakt, ja, of een bevalling, sorry. Dat we de, heb ik wel eens gehoord. Je bent nog nooit bevallen? Nee, maar die zwangerschapsperiode en die bevalling schijnt dan heel erg zwaar te zijn. Maar als het dan de druk van de ketel is, dan ben je alle negatieve dingen weer vergeten. Nou ja, ik ben ook bevallen, maar ik heb sommige vrouwen zeggen dan tegen mij, oh, als het kind er is, vergeet je alle pijn. Ja. Nou, toen het kind er was, ik vond het het mooiste kind van de wereld. Maar ik ben die pijn nooit vergeten en ik heb het ook nooit meer gedaan. Het is een muur waar je doorheen komt. Nee, ik vind gelukkig dat er nu andere methodes zijn. Je kunt nu ook pijnloos bevallen. En ik wou dat ik dus de vruchtbare vrouw was, want dan ging ik mooi pijnloos bevallen. Dan kreeg ik misschien wel meer kinderen. Maar ja, ik vind het allemaal heel verschrikkelijk. Maar ik kan wel voorstellen dat je na een expositie dat alles van je afvalt. Dat je denkt, nou, ik heb het gered. Maar is het dan niet zo, wat ik dan wel eens denk, dat je die expositie hebt en ondertussen dat de mensen daar een bolletje zitten te drinken en naar je schilderij zitten kijken, dat jij dan weer aan de volgende denkt? Nou ja, heel vaak donder je in het beruchte zwarte gat weer. Ja. En dan, ik ga dan bewust of onbewust weer allerlei verplichtingen aan. Dat bedoel ik. Om weer naar... Nou, je valt in een gat als het klaar is. Ja. Maar heb jij niet, hè? Nee, want Theo, die zit nooit in een gat. Oh. Want ik denk dat hij een soort een gat heeft, maar daar heeft hij een plankje op. Dus hij valt daar nooit in. Hij zit altijd rustig voor zijn schilderijen. Ik zou je vertellen, ik heb... in de tijd ook een les gehad van Lex Mets, was het bekende. Lex Mets. Lex Mets. Zeg jij dat wel? Nee. Die heeft ook een grote schildering gemaakt op Schiphol. En die, had jij les van? Heb ik ook les van gehad. En die zei, met meerdere mensen dan, die zei, jullie moeten je niet verbeelden dat je iets wordt. Jullie moeten je niet verbeelden dat je iets dat was? Dat je iets wordt. Omdat hij iets was? Nee. Want in de kunst, 1 op de 1000 heeft misschien de mogelijkheid om iets te worden. Ja, maar dat vind ik een beetje lullig. Want ik vind elke kunstenaar op zich maakt dus dingen. En elke kunstenaar op zich maakt... Er zijn dat mensen die beroemd worden door hun schilderijen. Maar ik heb soms wel eens het idee dat een andere oorzaak heeft dan wat je maakt. Nou ja, succes heet tegenwoordig wanneer je... Wanneer je daar een hoop geld mee ja, maar vroeger was het altijd, de schilders werden dus beroemd na hun dood. En nu zijn er heel veel schilders die tijdens het leven heel beroemd worden. Maar dat vind ik ook mooi, want dan kunnen ze er ook zelf van genieten. Want ik ben altijd heel boos, als zoals Van Gogh en Mondriaan, die echt van honger eigenlijk bijna omkwamen. En dat nu daar mensen miljoenen aan verdienen, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Daarom vind ik het ook heel fijn dat mensen, die kunstenaars, bij hun leven al beroemd zijn. Mm-hmm. Maar, aan de andere kant denk ik, waar ligt dat aan? Ik zie soms prachtige schilderijen, maar die mensen zijn dus niet beroemd. Dus dan denk ik, hoe zit dat in elkaar? Want ik ken ook een kunstschilder, die woont in Enschede, jullie kennen hem allebei. Die maakt prachtige dingen. Echt, maar hij wil het zelf denk ik ook niet. Ik weet niet wat dat is, maar die zijn misschien ook te bescheiden of zo. Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik denk tegenwoordig dat je... Wil je het maken in de kunstwereld, dan moet je ook commerciële talenten hebben. Ja, dat bedoel ik. En dat hebben we en niet. En dat hebben de meeste kunstenaars hebben dat totaal niet. Ja. Nee, het punt is gewoon, wat ik dus vaak meemaak, dat een echte kunstenaar, die dus echt voor de kunst leeft, daar ook door honger leidt, omdat hij dus gewoon alles aan de kunst besteedt. Voor ons laten zien. Ja. Oh, dat was heel leuk. Daar hebben wij een prijs mee gewonnen met een item. Ja. Laat hem dan ook even die kant zien. Ja, dat moet je even zo doen. Kijk, dit is hem. Ja, dat is een leuke foto. Maar je hebt geen werk bij, maar dat ga ik straks allemaal laten zien. Ja, dat is goed. We gaan stoppen. Theo, heb jij nog een statement? Wat jij over jouw generatie wilt zeggen? Nee, niks bijzonders. Niks bijzonders? Wat was jouw generatie? Hoe was jouw generatie? De silence. De silence generation. De stilte. De stilte, ja. Alles in stilte. Ja, dus de oorlog was achter de rug. Dus alles moest weer beginnen. En die mensen, die jeugd en zo, die had niet geleerd om zich te uiten.
Ja, maar dat heb je nog niet eigenlijk. Heb ik nog niet. Nee, ik doe het nog. Je hebt nu twee vriendinnen, die weten het ook niet van elkaar, dus dat is de stilte. Dat doet hij heel goed. En Willem, jouw generatie? Die noemen ze tegenwoordig, geloof ik, de Lost Generation. Los. Ja, ja, niet de niks generatie. Niks, nee, de Lost. De Lost. Die hebben geen kop of kont en die vallen, die zijn ergens tussen het wal en het schip geraakt. Uitzonderingen dagelijks. Wal en schip. Nou, dit is dus de stilte generatie en dit is wal en schip. Ik hoop niet dat we daar allemaal tussen vallen. Nou, we gaan dan straks verder met de expositie van Willem bij Elders. En de expositie van Theo, dat komen jullie ook allemaal te zien. We gaan nu stoppen en een vette borrel drinken. Ik ga met twee generaties de kroeg in. Mr. Sen, stay away. Is here, you've made me smile. When your rays come to me,